Hallo en welkom, mijn naam is Eduard de Boer. In deze instructievideo laat ik je zien hoe je een tandartsenpraktijk kunt aanmelden op een tandartsspecifieke site, dus op een branchespecifieke site. De site waar het hier om draait is 123tandarts.nl. Allereerst ga ik kijken of de praktijk al voorkomt, zoals je altijd hoort te doen. Typ ik de postcode in van de praktijk. En inderdaad, de tandartspraktijk uit Culemborg komt voor. De gegevens kloppen nog niet, zoals je ziet de openingstijden, want de openingstijden zijn van 8 tot 5 over het algemeen. En een aantal andere gegevens ontbreekt nog, dus gaan we die gegevens verder aanvullen. Daartoe klik ik op aanmelden. Ik heb nog geen gebruikersnaam en wachtwoord, dus ga ik een nieuwe tandarts hier registreren. Door de gegevens uit de spreadsheet te kopiëren en te plakken, voorkom je dat je fouten maakt en het werkt sneller. Als je de gegevens hebt ingevuld, klik je op verstuur. Inmiddels heb ik de inloggegevens ontvangen, dan kan ik me aanmelden. Laten we eerst eens kijken wat we allemaal kunnen wijzigen in het profiel van de tandartspraktijk. Je kunt aangeven dat de praktijk nieuwe patiënten aanneemt, dat klopt. In algemene introductie van de tandartspraktijk. We kunnen de tandartsen de medewerkers in de praktijk toevoegen met hun BIG-nummer. Vervolgens de openingstijden. Het is belangrijk dat over alle websites heen de gegevens consistent zijn. Dus ook hier moet ik zorgen dat de juiste openingstijden vermeld staan. Als het goed is zijn nu de bedrijfsgegevens allemaal ingevuld. Het duurt nu 1 tot 2 werkdagen totdat de gegevens zijn verwerkt. Dus dan moeten we nog eventjes wachten. Om je positie in de lokale zoekresultaten te verstevigen is het dus belangrijk dat je op zoveel mogelijk lokale sites, maar ook zoals hier, op branche-specifieke sites registreert. Dit was dan voor het tandarts, maar zo zijn er ook branche-specifieke sites voor groenteboeren, voor fysiotherapeuten, voor tuinarchitecten en noem maar op. Dus ga op zoek naar dat soort sites, meld je aan, meld je bedrijf aan, zorg dat de gegevens consistent zijn over al die sites en als je het goed doet, zul je uiteindelijk sterker vertegenwoordigd staan in de lokale zoekresultaten. Succes!